Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Leo Hollestelle. Ik ben werkzaam als archivaris bij het CS-archief. En mijn functie is senior informatiebeheerder. En senior zegt iets over mijn salarisschaal. Ja, ik neem u mee naar beelden uit de beeldbank van het CS-archief. Allemaal in het kader van de thema van deze dag. En ja, voordat we gaan beginnen, moeten we natuurlijk eerst eventjes aankomen. Hè? We kunnen van start. Ja, de beeldbank van het CS-archief. Wat is een beeldbank? Nou, dat dus niet. Een beeldbank is, de tweede definitie komt eigenlijk het beste naar voren. Namelijk een verzameling van digitaal beeldmateriaal. Foto's, prenten, reproducties, kaarten. Opgeslagen in een database. En die via internet online beschikbaar worden gesteld. Nou, die online beeldbank is eigenlijk een soort virtuele collectie van een archief. Die dus voor het publiek beschikbaar is, hè? 24/7 via onze website. Die beeldbank van het CS-archief is de laatste jaren enorm gegroeid. We zijn begonnen in 2001 en in 2017 hadden we er al 82.000 gedigitaliseerde beelden. Maar toen kwam er het gemeentearchief Schouwen-Duiveland bij. Dus we stoten ineens door in een jaar tijd 144.000. Toen kwamen onze vrienden van het gemeentearchief Vlissingen. Toen stoten we door naar 250.000 afbeeldingen online. En ja, wij hebben niet stilgezeten afgelopen jaar. Zitten we nu op 285.000 beelden online te doorzoeken. Ik zou deze presentatie ook niet zo goed kunnen maken als ik niet de beschikking had gehad over de beelden van Schouwen-Duiveland en van Vlissingen. De beeldbank is een van de... zoekingangen op onze website. Je kunt naar archieven en collecties zoeken. Je kunt de zeeuwgezocht doorzoeken, de persoonsnamen. Vooral gebruikt voor genealogisch onderzoek. En de beeldbank, de bibliotheek, museale collecties en ook digitale collecties. Dat zijn collecties die volledig al gedigitaliseerd zijn. Nou, even een view. Hoe ziet die beeldbank eruit? Je ziet allemaal plaatjes. Je hebt een zoekboxje. Die kun je openklikken. Dan kun je op allerlei termen zoeken. Op velden, op een maker, op een fotograaf of een tekenaar, op trefwoorden en op periode. En dan zie je rechts wat verfijningsopties. Soort kun je zo zoeken, collecties. Dat kan allemaal. En voor deze presentatie heb ik natuurlijk ook op woorden zitten zoeken, zoekwoorden gebruikt. En nou ja, dan kun je je al voorstellen wat voor woorden je dan gebruikt op het thema verbinding in kaart te brengen. Het woord veer levert een heleboel hits op. Of veerdienst, of veerboot. Of brug, of bruggen. Zeelandbrug, ook een leuke zoekterm. PSD, Provinciale Stoomboordienst. En verbinding levert zelfs een heleboel treffers op. En ja, misschien kunt u er zelf ook wel één bedenken. Waarmee je dus de verbinding in Zeeland zou kunnen doorzoeken. Nou, Zeeland zoals we dat nu kennen, ja, is een land met... dammen en dijken en bruggen. En we hebben zelfs twee tunnels die de onderlinge delen van de provincie met elkaar verbinden. Zodat je toch vrij snel je kunt verplaatsen in onze provincie. Dat was natuurlijk vroeger allemaal heel anders. Als we even terug in de tijd gaan, even naar kaarten kijken die ook in de beeldbank zijn te vinden. Dan zie je dat bruggen, dammen, dijken... zie je niet. Het is allemaal open. Er is ook heel veel water tussen de verschillende eilanden. Er zijn zelfs allerlei geulen en watertjes binnen de eilanden zelf. Nou, je kunt je dan voorstellen, het wordt steeds meer water en steeds minder land in de loop van de tijd. Als je natuurlijk wilde verplaatsen, dat je dan toch wel aangewezen was op veerdienstjes of veerdiensten. Nou, het is wel een van de mooiste kaarten die we hebben, de kaart van Zeeland van Jacob van Deventer van 1642. En ja, deze kaart moeten we niet echt serieus nemen. Goed, het is een poging van iemand om Zeeland te duiden in het jaar 1274, maar goed. Voor deze presentatie heb ik me even laten leiden door een boek. Het is het proefschrift van Jonkheer Meester G.F. Sandberg.
deze man was ook archivaris. Hij mocht zich chartermeester noemen. Ik moet het maar met senior informatiebeheerder doen. En hij heeft in 1970 een proefschrift geschreven over de overzetveren in Zeeland. En vanaf dat moment moesten we hem dus Jonkheer Dr. G.F. Sandberg noemen. Nou, in zijn boek heeft hij een kaart opgenomen waarin hij alle 118 afvaartplaatsen van veren in Zeeland vanaf de middeleeuwen tot voor de Deltaplan in kaart heeft gebracht. En als je dan eens kijkt, dan ga ik u eventjes laten zien hoeveel dat wel niet is, 118 afvaartplaatsen. Een afvaartplaats betekent dus niet dat het veer van A naar B ging, want er ging natuurlijk ook vanaf bepaalde plaatsen veer naar meerdere plaatsen. Hè. Maar je ziet, zowel aan de kust, maar ook in het land langs kreken of langs geulen, waren er veertjes. En dan ziet u dat 118 best veel is. Nee, we zijn er nog niet. Hou de spanning er even in. We zijn er nog niet. Ja, ja, ja. Is die er al? Nog niet. Dan moet je eens kijken hoe. Ja, we zijn er. Nou, dan kun je zeggen, Zeeland had vroeger echt de mazelen, hè? Goed. Een andere hele mooie kaart waar heel veel veerdiensten op staan is de kaart uit het boek van de Kanter over Zeeland uit 1823. Hij heeft een reiskaart gemaakt en heeft zelfs ook een reisgids gemaakt. Daar ga ik straks naar kijken. Maar daar zie je ook allerlei de lijntjes van de verschillende veerdiensten die er toen waren. En de PSD had ook een dienstregeling met een heleboel veren en die zijn op deze kaart worden die getoond met zelfs de tijden waarop de verschillende veerdiensten varen. En ook de Zeeuws-Vlaamse veren staan onderaan weergegeven. In deze presentatie nemen we enkele veren lichtelijk eruit. Dan zul je ook zien hoe divers al die veren waren. En we beginnen heel dicht bij huis, het veer tussen Nieuwland en Middelburg. In 1644 werd de Middelburgse polder bedijkt, vlak voor de uitgang van het havenkanaal van Middelburg. En dus de nieuwe polder kon dus met een heel klein veerverbindingje, konden de mensen naar Middelburg en terug. En dat water moest natuurlijk open blijven, want schepen die uit het havenkanaal kwamen, moesten natuurlijk dan rechtsaf door de Welzingenkanaal richting Rammekes naar de Reden van Rammekes, om daar vanuit daaruit te vertrekken. Nou, dat veer heeft tot 1818 bestaan, want hebben ze dus een dijk gelegd. Omdat het havenkanaal toen zijn functie verloor, omdat er een nieuw havenkanaal werd gegraven van Middelburg naar Veren. Nou, het veerhuis, wat weer een heel idyllisch gezicht, met een steiger. Een ander heel klein veertje in de buurt was het overzetveer in het Arnekanaal. We zien hier op dat kaartje zien we Arnemuiden en dan zien we een stippellijntje, dat is eigenlijk het Arnemuidse pad, richting het havenkanaal van 1817, daar was ook weer een veertje. En dan via het Arnemuids voetpad kon je zo naar Middelburg. En na de aanleg van het kanaal de Walcheren in 1870, zeg maar, hebben ze Arnemuiden verbonden met het Ardekanaal naar het kanaal door Walcheren. Dus op de plaats waar nu dat stippellijntje loopt, het pad, werd toen een kanaal gegraven. En ja, de mensen uit Arnemuiden, die nou dus op donderdag gingen dus de visvrouwen naar de markt om hun viswaren te verkopen. En dan namen ze het overzetveer op het Ardekanaal naar Middelburg. Nou, als je naar deze foto kijkt, dan denk je, ja, dat is een beetje een rare situatie. Is het dan in Arnemuiden? Ik zie daar bebouwing, ik zie daar een molen op een dijk. Nou, dit is dus een onjuiste weergave. De
Ze hebben namelijk het veer gemonteerd op een stukje Westkapelle. Dus wat je ziet is Westkapelle en daar de dijk en de molen op de dijk. Dus zo word je dus een beetje voor de gek gehouden. Zie je dus Arnhemuidse vrouwtjes in een kreek in Westkapelle, die er toen nog niet lag, oversteken. Goed, dat is weer een andere variatie. Daar zie je dus wel een soort kanaal, een andere omgeving, maar weer een ingetekende molen. Dat ziet er ook een beetje raar uit. Ook weer een soort Photoshop avant la lettre. Dit is de juiste situatie. Dus zo zie je maar dat ze kaartuitgevers ook wel manipuleren met hun beelden. Maar goed, wij hebben dan toch variaties en we hebben zelf nog de foto. Want dit is, dit is dan niet de foto, maar dit is een opname die ietsje later is gemaakt. Want hier zijn al meer vrouwen zijn de boot uit richting Middelburg om daar vis te verkopen. En de overtocht die kostte een cent. En ja, als je daar over wilde gaan, dan moest je even van de bel trekken. En dan kwam de veerman aangevaren en dan werd je overgezet. Een ander veer, een heel bekend veer, is het Sloeveer. Tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Want daar liep het Sloe. Door de aanleg van de Sloedam in de jaren rond de eind jaren 60 van de vorige eeuw is dit Sloe natuurlijk vervallen geraakt. En het was ook wel zo'n belangrijk veer. Het was eigenlijk niet eens zo'n grote afstand. En op deze kaart zie je dus links Walcheren en rechts Zuid-Beveland. En dan zie je ook dat het Sloe was aan het verzanden. Je ziet daar links een zandplaat en dan was dus een looppad geprojecteerd over die zandplaat. Dat als er laag water was, moest je dus veel verder lopen naar de veer, naar het veerbootje toe. En als je dan op Zuid-Beveland stond en je keek richting Walcheren over het Sloe, het ziet hier prachtig uit, lijkt wel een meer. Maar het kon er ook behoorlijk spoken, dus ook wel eens zijn de veerschippers met hun passagiers omgekomen. Maar als het heel mooi weer was, dan kon je heel goed naar de overkant kijken en dan zag je links Arnhemuiden, Middelburg en rechts zag je veren liggen. Nou, het was misschien wel een smal oversteekplaats, maar de schuit die ze gebruikten, de sloepschuit, die was heel plat. Want dat is logisch, want als het laag water is, dan moet je natuurlijk niet voorkomen dat je vastloopt. Dus het waren hele platte schuiten waarmee dus de passagiers werden vervoerd. En dit is nog een foto van het oude veerhuis aan de Walcherse kant in de Rapenburgpolder. Dat is er niet meer. Dan gaan we naar een andere kant van Zeeland, Tholen. Nou, we zien op de kaart van de Kander uit 1823 zien we een aantal verbindingen naar Tholen toe. En we zoomen even in op de twee verbindingen aan de oostkant, richting Brabant zeg maar. Zeg maar het veer over de Eendracht. Dus Tholen, Halsteren en Oud-Vossemeer en Nieuw-Vossemeer. Nou ja, ook weer zo'n 18e eeuws idyllisch plaatje. Dit is het veer in Tholen, dus Tholen stad en Halsteren zeg maar. En dat is de veerpont van de gemeente Tholen. Dat is ook een platte schuit die personen en voertuigen kon vervoeren. En zelfs in 1906 is koningin Wilhelmina met prins Hendrik is vervoerd naar de overkant. Want ze kwam op bezoek om de getroffen delen van de watersnoodramp van 1906 te bezoeken. En dan moest ze ook met de boot over, met de veerboot over. In 1928 werd bij Tholen dus een brug gebouwd over de Eendracht. En dit is wel een grappige foto, want je ziet dus de brug, helemaal bijna klaar. En daarvoor is de veerpont nog in bedrijf. Dus, en dan de volgende is nog grappiger, want dit is de officiële opening. Hier zie je dus de bevolking van Tholen stad, zo stel ik dat voor, op de brug. En de genodigden staan op de pont de brug te bekijken. Op 8 augustus 1928 was dat. En dan die andere pont van Oud-Vossemeer naar Nieuw-Vossemeer. Ik vind dat twee enorm mooie foto's, want als je er een beetje op goed naar kijkt, dan voel je gewoon, moet ik zeggen, de stilte van dat gebied. Dus de zee, de wind waait er een beetje en dan komt er zo'n pontje zo heel rustig van de ene kant naar de andere kant.
van Zeeland naar Brabant. Op de linkerfoto zien we ook een auto. En dat is de auto van de fotograaf. Dat weten we omdat het heeft een K-registratie. Voor de oorlog hadden we in Zeeland de K-nummerborden. En die lijst is beschikbaar, is gedrukt in de tijd. En de auto is van J. Torbijn, dat is de fotograaf. En ja, dan zat ik weer te denken, oké, hij is de fotograaf, het is zijn auto. De auto staat op de veerboot, die is al vertrokken. Hij staat aan de overkant, hij staat aan de kant om de foto te maken. Het is maar een detail. Nou, een van de bekendste veren natuurlijk is het veer Anne-Jacoba Polder-Zijpen. Nou, daar kun je ook heel veel over vertellen. En als je naar de kaart van de kanten kijkt, dan zeg je, ja, hallo, ik zie Anne-Jacoba Polder helemaal niet liggen. Ik zie wel Sint-Philipsland, ik zie het Zijpen, maar hoe zit dat? Nou, Anne-Jacoba Polder is 1847 bedijkt. Deze kaart is van 1823, dus toen was het veer er dus nog niet. En ja, als wij natuurlijk aan het veer denken, dan hebben we natuurlijk alleen wat aan de radio. En dan zien we altijd deze mededeling. Want het veer was heel vaak uit de vaart. Het hoefde maar even mistig of stormachtig te wezen of de mannen durfden niet over te steken. Die veerdienst is in 1900 begonnen. Werd geëxporteerd door de Rotterdamse Tramwegmaatschappij. Dat is wel opmerkelijk, hè? Dat je dat de RTM dat zoiets deed, maar het was ook zo, de RTM had ook veerdiensten van Schouwen naar Rotterdam. Dus vandaar dat de RTM dit heeft exporteerde. Nou, ook hier weer een idyllisch plaatje van het Zijpen. En nou, wat ik al zei, het was best een hele belangrijke veerdienst. Er gingen ontzettend veel passagiers en auto's mee over. In de beginjaren, zeg maar, kort na 1900, waren dat zo'n 30.000 passagiers per jaar. En het topjaar was 1963 met bijna 1 miljoen passagiers en 325.000 auto's. Dus het veer werd heel intensief gebruikt. En het veerhuis en met daarnaast een restaurant waar je natuurlijk eventjes kon verpozen. Want ja, het kenmerk van veerdienst is dat je natuurlijk wel stond moet wachten, want veren gaan op gezette tijden. Maar dan is het soms ook goed toeven. Hier sta je op het veerplein. Dit zijn foto's uit de jaren 60. En dan ga je de boot op. Nou, dat in de jaren 60 twee schepen, Zijpen en de Krammer. En nou, dan vaar je weg. Laat je Anne-Jacoba Polder achter je. En onderweg kom je de boot tegen die van de andere kant komt. Zo gaat het bij een veerdienst. Hè? En dit is de motorschip Zijpen, een latere versie van het motorschip. Dat is eigenlijk de versie die tot 1988 heeft gevaren. En toen werd in die tijd werd het veer geëxporteerd door de ZWN. En dan 88 jaar na het begin was op 6 juli 1988 de laatste afvaart. En twee oudgedienden, kapitein Keizer en meneer Elven, gepensioneerde medewerkers, die hebben die overtocht voor hun rekening genomen. Nou, het alternatief was natuurlijk de Philipsdam, hè, die aangelegd was. Er was nog een voetveertje naar tussen Zijpen en Anne-Jacoba Polder, ook met een eigen steiger. En dan werden de mensen met dit kleine bootje naar de overkant gebracht. En dan, ja, dan zijn we op Schouwen. Dan gaan we naar, gaan we eigenlijk naar Zierikzee, naar de Oosterschelde. Want ja, de Oosterschelde is natuurlijk een van de Scheldebonden. En ja, daar was ook natuurlijk een veer. Dat was een heel belangrijk veer tussen Zierikzee en Collesplaat. Dat veer is natuurlijk na de bedijking van de Noord-Beveland-polder en de stichting van Collesplaat is dat ingesteld. En heeft tot 1960 is dat veer er geweest. En wel grappig, dat lijntje suggereert alsof de Zeelandbrug er ligt. Hè? Zo, het is ook zo kaarsrecht, maar die ligt ietsje meer naar rechts. Maar dat vind ik heel opmerkelijk, dat wist ik niet, maar
Dat veer heeft tot 1960 is dat in de vaart geweest. Heb ik ook geen enkele foto in onze beeldbank kunnen vinden. Dus daar kan ik ook geen plaatje van tonen. En in 1960 werd dan de veerdienst verlegd van Zierikzee naar Katzenveer. Nou, de dienst werd onderhouden door de Provinciale Stoombootdienst op de Oosterschelde. En behalve het veer naar Corlesplaat en later Katzenveer hadden ze ook nog een veerdienst naar Middelburg. En wel grappig, want rechts zie je zeg maar een affiche, een poster, waarin ze adverteren met uitstapjes voor toeristen. Dat je in de maanden juli en augustus van Vlissingen naar Zierikzee en terug kunt varen. Een mooie toeristische vaartocht. En dat voor 2,50. Ik van nou. Dat is wel leuk. Zou het in deze tijd ook goed doen. En dit is een van die veerboten die de dienst onderhield tussen Zierikzee en Middelburg. De Oosterschelde, nou, toepasselijke naam. Nou, aan beide kanten van de Oosterschelde had je natuurlijk een veerhaven met een veerplein en een veerhuis. Nou, veerhuizen waren eigenlijk altijd restaurants of cafés, want ja, wat ik al zei, je moest toch even wachten op de boot. Dus kon je daar een kopje koffie drinken. En vroeger kreeg je nog suikerzakjes, hè, bij een kopje koffie. En dit, ook dit suikerzakje is uit de beeldbank, want we hebben een collectie van 410 suikerzakjes. En ja, dat is wel heel grappig. En tegenover het restaurant van de Val was dus de veerhaven. En dan zie je dus rechts zie je de veerboot, de Koningin Emma, liggen. Klaar om naar Katzenveer af te reizen. Nou, en dan kwam natuurlijk een Katzenveer aan. Nou, op de boot kon je ook al een kopje koffie drinken. Ook weer een suikerzakje gesnaaid. En als je Katzenveer, je had nog steeds dorst. Ook dat kon nog steeds. En het is ook een hele mooie foto, want hier zie je dus die veerboot, de Koningin Emma. Je ziet ook hoe weinig auto's er op zijn boot mee konden. En je ziet ook al de Zeelandbrug in aanbouw. De Zeelandbrug zijn ze in 1963 mee begonnen. Enfin, daar zal ik straks weer op inzoomen. Dus. Nou, dan zijn we aan de overkant. Een ander, maar dan weer heel klein veertje, was het veertje tussen Wolfersdijk en Kortgene, over de Zandkreek. Nu het Veerse Meer. Maar hier was ook een veerdienst die al, bij meneer Zandberg uitgezocht, al in 1320 is begonnen. Althans, met toestemming van de ambachts, voor de ambachtsheer of iets dergelijks. Want, ja. Nou, tot 1960. En de stijgers aan beide kanten. En het veerhuis in Wolfersdijk. Ook heel leuk dat muraltmuurtje. 1906 aangelegd, bedacht door Jonkheer de Muralt om de dijk op een goedkopere manier hoger te krijgen. En u ziet daar de bus rechts, bus uit Goes, kan ik me zo voorstellen. Dan reed je dus naar het veerhuis en dan ben je overgezet naar Kortgene. En in Kortgene was ook weer een veerhuis. En we kunnen ons zoveel kopje koffie. Nou, zoals u weet is die verbinding natuurlijk in 1960 opgehouden te bestaan, want toen werd de Zandkreekdam gelegd, ook in het kader van het Deltaplan. Het Veerse Meer wordt helemaal afgesloten. De Veerse Gatdam aan de westkant en in de oostkant de Veerse de Zandkreekdam. Er zit wel een sluis in. En dan, ja, de Westerscheldeveren. Daar is natuurlijk ook heel veel over te vertellen. En als je op de kaart kijkt, dan ziet je ook een heleboel lijntjes. Dus er zijn heel wat mogelijkheden geweest om naar de overkant te gaan. Nou, dit is de Westerscheldeveren werden vanaf 1866 geëxporteerd door de PSD, de Provinciale Stoombootdiensten, en die werd door de provincie opgericht, dus dat was een dienst van de provincie. Maar de veren zelf op de Westerschelde werden al in 1828 gesticht door een Middelburgse handelshuis. En in 1866 nam dus de provincie de exploitatie over.
En in het hoofdkantoor van de PSD in Vlissingen is dit tableau aangeboden. Staat ook bij door personeel en oud personeel ter gelegenheid van het jubileum. Goed, en er ging ook wel eens wat mis. Er liep wel een schip vast. Dit zijn twee hele mooie oude foto's van die schepen uit die tijd. Het waren toen nog radarschepen. De Walcheren en de Westerschelde. En dan liep er alleen op een dam, strekdam, of liep vast op een zandplaat. Twee dagen na elkaar. Precies. Vanuit die foto's ook precies zo hetzelfde zijn. De fotograaf kon gewoon even blijven wachten. Ja. Deze foto's kwam ik ook tegen in het archief van de Schelde. Heel aparte plek, maar dit zijn foto's van het personeel van de PSD. Ze zijn niet gedateerd, maar het is natuurlijk wel duidelijk van voor de oorlog. En een beetje idee wat voor mannen het waren. Je kunt nog zien dat ze stoere mannen. Gezocht, ja. Nou, in het oosten had je dus de verbinding tussen Hans Weert, Kruidingerwaarde en aan de overkant Walsoorde. En later, vanaf 1943, Perkpolder. Nou, er zijn wat oude schepen die naar Walsoorde gingen. Meestal van Hans Weert. En in Walsoorde had je dit veerhuis. Nou, u ziet ook weer gewoon een restaurant. We hebben geen suikerzakjes van deze. En dan aan de beide kanten de veerhaven in Perkpolder en in Kruidingen. Nou, zowel in Kruidingen als op de boot kon je koffie drinken. Nou, ik heb hier een collage gemaakt van de schepen die op de lijn Kruidingen Perkpolder hebben gevaren. De schepen kregen ook zo van voor de oorlog al de namen van de leden van het koninklijk huis. He, dus prins Hendrik, koningin Wilhelmina, prinses Juliana, koningin Juliana. Enfin, daar komen we straks nog meer tegen. Dat zijn al deze schepen. Alleen de middelste van onder, dat schip heet Dordrecht. Dat schip is in 1946 door het Rijk ter beschikking gesteld, omdat door de oorlog waren een aantal van de veerboten beschadigd geraakt. Sommigen zijn zelfs tot zinken gebracht in 1940 en hebben ze na de oorlog weer moeten oplappen. Hebben ze weer opgelapt. Maar om meteen in de nood te voorzien heeft het Rijk dus de Merwede-boot Dordrecht ter beschikking gesteld. En die heeft ook heel lang, tot 1959, gevaren op Kruiningen Perkpolder. En een andere veerdienst was Hoedekerskerke ten Neuzen. Dat was niet zo'n succesvolle veerdienst. Ten eerste omdat het aanrijden naar Hoedekerskerke best intensief was. Je moest heel natuurlijk een stuk door de zak van Zuid-Beveland, zeg maar. En ook het spoorlijntje van Goes naar Hoedekerskerke was niet echt succesvol om mensen snel in Hoedekerskerke te brengen. En zeker na de inzet van de dubbeldekkers op de twee andere veerdienstlijnen, toen zijn ze maar gestopt met deze veerdienst in 1970. En dan is natuurlijk de mooiste veerlijn vind ik altijd. De boot, de Brechtse boot, hè, zeggen we vanaf hier. De boot, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskes. Nou, dan is het even tijd voor reclame. Want zoals u weet, als je aan de boot denkt, dan denk je natuurlijk altijd aan ertessoep en de PSD-kroket. Nou, weer beroemd in Zeeland. Dus overigens, ik heb dit plaatje is niet uit de beeldbank. Maar dit is uit van de website psdnet.nl. Daar zit echt heel de geschiedenis van de PSD is daarin gedocumenteerd. Het is werkelijk fantastisch. Dus als u echt daar meer van wil weten, aanbevolen. Ja, een hele vroege voorloper van die veerdienst tussen Vlissingen en Breskes waren deze stijgerschuiten. Waren eigenlijk ook platte schepen. En in Vlissingen stonden er vijf, in Breskes waren er vijf. En die schepen hadden een soort monopoliepositie. Ze hadden ook een instructie van de beide gemeentebesturen.
En ja, ze brachten dus de mensen over. En u ziet ook al links de radarboot van de PSD. Want die stijgerschuiten hebben nog tot 1872 gevaren, terwijl de PSD in 1866 over de Westerschelde ook ging varen. Dus blijkbaar voorzag dat toch in de behoefte. En hier weer de Alex-stijgers, links in Vlissingen en rechts in Breskes. Wat ik al zo grappig vind, is dat je dus ook in Breskes treinwagonnetjes ziet en een vrachtwagentje. Dus ook voor passagiers, maar ook het goederenvervoer, had de veerdienst ook een belangrijke functie. Die beide stijgers zijn in 1928 gebouwd. Nou ja, dat is heel grappig. Marechaussee die de boot afrijdt en bekende beeld, wachten de auto's voor de veerboot. En dan als de veerboot leeg is, dan mag iedereen er van het veerplein af de boot oprijden. En dit ook weer, dit is het oude veerhuis in Breskes. Het was gewoon een hotel. Hotel De Vuist aan de Scheldekade. En dus voordat het veerplein in Breskes werd aangelegd, dus voor 1928, was dit aan de Scheldekade in Breskes het punt om te vertrekken. Nou, op de traject Vlissingen-Breskes hebben natuurlijk ook een aantal schepen gevaren, ook weer met fraaie namen van het Koninklijk Huis. Dit is de Prins Willem I, voor de oorlog, 1935 ongeveer. En al die schepen zijn allemaal gebouwd bij de scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Nou, dit schip is in 1940 tot zinken gebracht en na de oorlog weer opgekalefaterd. En heeft tot 1972 dienst gedaan. Een ander vooroorlogsschip was de Prinses Juliana. Ziet er wat meer uit als een echte veerboot. En na de oorlog hebben ze de opvolger gebouwd. Dat was de Koningin Juliana. Ook bij de Schelde. En omdat wij nu als Zeeuws Archief het archief van de Schelde hebben. Met een gigantisch fotoarchief. Kan ik ook, u ook deze foto's laten zien. Bouwnummer 215. 17 maart 1949. Te water gelaten. Nou, dat was een schip met twee klassen, zeg maar. Rechts had je de eerste klasse, dat is een beetje luxe stoelen. Op, dat is dan wel geen leer, maar een soort sky met kussens. En rechts, de tweede klasse, zat je echt op houten banken. En ja, de veren die bleven. In de behoefte voorzien. En de behoefte was zo groot dat ze zelfs grotere schepen zijn gaan bouwen. Dubbeldekkers. En de eerste dubbeldekker was de Prinses Christina in 1868. Daarna volgde de Prins Willem-Alexander in 1970. Dan had je nog de Prinses Juliana in 1986. Dan had je nog de Koningin Beatrix in 1893. En in 1997 de Johan Frieso. Ik dacht, 93, 97... En de tunnel is van begin na 2000. Goed. Blijkbaar was de nood zo hoog dat ze echt de capaciteit moesten uitbreiden. Nou ja, dit zijn twee kiekjes. Een beetje sfeer van de boot. Hè. Als je pech had, dan moest je soms met de auto. Toen ik pas mijn auto had, moest ik dan eens naar rechts in zo'n gang parkeren. En dan was je bang dat je auto wiel tegen die rand aankwam. Wat bij mij natuurlijk gebeurde. Goed. En het dek. Ja, beneden stonden de vrachtwagens. En boven mocht je dan met je auto, gewone auto. Nou, dit is dan de doop van de koningin Beatrix in 1993 door koningin Beatrix. Op de Scheldewerf. En ter gelegenheid van de ingebruikname van de Johan Frieso, de laatste. In 1997 heeft tekenaar Jan Sanders
deze tekening gemaakt. En ja, hij kijkt terug, hè, 1880, met zo'n radarboot. En hij kijkt vooruit naar de tunnel die ja, in 2010 dan beschikbaar zou zijn. En dan zie je ook die auto, de een heet firma Weemoed en de andere heet firma Treurniet. Maar ja, wat meneer Sanders en wij nog niet wisten, is dat dit tunnel al op 14 maart 2003 werd geopend. Moet je nagaan, dus die jonge Fries heeft maar 6 jaar gevaren. Goed. En ja, en dan gaan we terugkijken, dan worden we nostalgisch. Dan gaan we, ja, de veerdienst, en dan komt een tentoonstelling en dan komen boeken en fijn. Het was natuurlijk, ja, hier staat ook de grootste maritieme geschiedenis van Zeeland. Oh ja, het is het museum. Maar goed, de veren zijn natuurlijk spreken enorm tot de verbeelding en zijn echt een belangrijk stuk van de Zeeuwse geschiedenis. Maar ja, toen de veren niet meer nodig waren, wat restte dan? Ja, de afbraak van de veerhavens. En de schepen zijn verkocht aan een Italiaanse maatschappij. Dus ze varen nu tussen Sicilië en het vasteland. Ja. In Messina. Dit is de voormalige Prinses Juliana. 1986 gebouwd. Nou, dan had je nog verbindingen van Zeeland met de rest van Nederland, de rest van de wereld. En een heel belangrijke verbinding was werd verricht door de spoorbootmaatschappij Middelburg. En die is in 1864 begonnen met een stoombootdienst naar Bergen op Zoom. Toen kwam de aanleg van de Sloedam, de Kreekakdam. Toen hebben ze de veerdienst verlegd naar Zierikzee en Rotterdam. En dit zijn wel grappig. Het zijn eigenlijk twee zwart-wit premieskaarten. En die staan ook weer op een website. En diegene die website heeft gemaakt, heeft ze ingekleurd. Ik dacht, nou, vind ik toch wel leuk. Omdat dat mensen dat toch, ja, het materiaal wat wij hebben, op een bepaalde manier weer gebruiken. Nou, dit is een hele oude boot van die stoomvaartmaatschappij. De Prinses Marianne, 1876. Nou, die is dan de Middelburg. En de Koningin Wilhelmina. Hier is in de Zierikzee. En dan deze is ook alweer aardig in die zin dat je de Koningin Wilhelmina ligt hier in 1946 bij de Dwarskaai in Middelburg. En je ziet twee versies. Links is de foto, gemaakt door de fotograaf Dichtis Cornelissen. En rechts is er een prentbriefkaart, die dus van die foto is gemaakt voor de handel, zeg maar. Dat hebben we bij het fotoarchief van Torbijn ook. Die hebben de foto's en we hebben de prentbriefkaarten. Dat is heel grappig om dat te zien, dat hoe een foto dan wordt geproduceerd tot een prentbriefkaart. Soms worden dingen weggelaten, soms worden dingen toegevoegd. De foto is natuurlijk altijd scherper. En ja, nog een verbinding van Zeeland naar het buitenland is natuurlijk de verbinding met Engeland. Die kon natuurlijk ontstaan na de aanleg van de Sloedam en de aanleg van de spoorlijn. Was er een heel achterland ontstaan van Brabant, Limburg, Duitsland. Zodat mensen makkelijk via de trein naar Vlissingen konden gaan en vanuit Vlissingen naar Harwich of Folkestone konden gaan. In 1875 opgericht de Stoomvaartmaatschappij Zeeland. En ja, die moest ook reclame gemaakt worden natuurlijk om de mensen te lokken om de oversteek te maken. En tot 1939 is deze dienst vanuit Vlissingen geweest. En het zijn een aantal schepen van die stoomvaartmaatschappij Zeeland. Je ziet dan eerst stoomradarschepen en daarna gewoon stoomdieselschepen. En ja, ook een hele bekende, misschien ook wel met een enige nostalgie, omdat wij die nog meegemaakt hebben, is de Olaulijn. 1981 begonnen. En ook mede door de aanleg van de kanaaltunnel, maar ook vooral door de grote concurrentie voor alle veren richting Groot-Brittannië, het loodje gelegd in 1994. Rechts zijn de eerste Olaulijnschepen. En links, ja, dat zijn die mooie Ola Hollandia en Ola Britannia. Ja, wie is er niet mee over geweest? Dat was toch wel een mooie ervaring.
Nou, de behoefte aan dit veer na de Ola-lijn bleef wel bestaan, maar dan vooral voor vrachtverkeer. Dat was de maatschappij Eurolink die dus vooral vrachtwagens naar de overkant, naar Chinees vervoerde. En dit is wel grappig, dat vond ik in de beeldbank uit het voormalige gemeente Gief Vlissingen. Dat was dus een maatschappij die maar enkele weken heeft een opvierdienst heeft gehad naar Engeland in 1986. De Shipping Company Triton uit Vlissingen. En soms komt er ook wel eens een schip uit een ander deel van de wereld langs om met passagiers. Dit is het stoomschip De König van de Oost-Afrika-lijn in de buitenhaven van Vlissingen. En op de volgende zie je een van de PSD-boten, de Westerschelde. Nou, dan nog even inzoomen op een hele bijzondere veerdienst. Een tijdelijke veerdienst, hè, tijdens de inundatie van Walcheren. Toen was het makkelijkst, toen het eiland helemaal onder water stond, was het makkelijkst om je te verplaatsen met een bootje. En toen ontstonden er in elk dorp toch een soort aanlegstijger. Van waar dus mensen met bootjes zich konden verplaatsen. En een hele leuke veerdienst was de watertaxi in Vlissingen. Daar kun je mee vanaf de dokhaven kun je naar de treinstation je laten vervoeren en terug. Goed, 2012. Nou, dan gaan we even naar de huidige veerdiensten, want die hebben we ook nog. Want zijn het er niet veel meer. Natuurlijk het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskes. Tegenwoordig geëxporteerd door Veolia. Dus twee schepen voor het soort katamarans laten bouwen, de Willem-Alexander en de Maxima. En we hebben natuurlijk nog de voormalige Rijksbond Sluiskeel. Over het kanaal door Gent naar Terneuzen tussen Oost en West Sluiskeel. En de Rijksbond wordt tegenwoordig door de Stichting ter behoud van de pont Sluiskeel geëxporteerd. En omdat we nu ook de archieven van de gemeente Terneuzen beheren, vond ik in het fotoarchief waar we nu druk mee bezig zijn, vond ik twee dia's met de Rijksbond in Terneuzen. Ik dacht van, ja, goed, dan is de vraag, wat doet de Rijksbond in Terneuzen? Ik denk dat ik het weet, dit foto is gemaakt in de jaren 60. Toen werden de sluizen van Terneuzen werden helemaal verbouwd, verbreed, vergroot. En ook bij Sluiskeel werd de boel aangepast. Dus misschien heeft, omdat de verbinding door de werkzaamheden in Terneuzen wegviel, heeft de Rijksbond daar een poosje gevaren. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dat waren de veren. Nou, zoom ik toch even weer op de Zeelandbrug. De mooiste brug ter wereld, zei hij. Hier staat de langste brug van Europa, ja, tot 1972. Hè. 5,2 kilometer. Gebouwd door de provincie Zeeland. Voor 77 miljoen gulden heeft de brug gekost en dat heeft de provincie dus met tolheffing terugverdiend, althans meer dan dat. De brug werd geëxporteerd door de provinciale Zeeuwse brugmaatschappij. En we hebben ook prachtige dia's van de bouw van de Zeelandbrug. En ja, toch wel mooi zo met de kleuren. En deze vond ik ook wel grappig. Dat is, ik dacht een soort lanceerplatform voor de Thunderbirds, maar goed. En hier zie je de Zeelandbrug. Dit is echt een dia gemaakt, echt kort na de oplevering van de brug. En ja. Tot en met 1992 is het tol geheven. De tol komt dus aan de Koninklijksplaatse kant. En voor een paar gulden kon je over. En je kon ook een 10 strippenkaart kopen. Hè? Dan was het goedkoper. En dan, de andere mooie verbinding die we hebben in Zeeland, de Westerschelde-tunnel. Daar hebben wij niet zoveel fotomateriaal van, maar wel deze mooie poster over de aanleg met de tunnelboren, de tunnelbuizen. En het tolplein.
En dan is de vraag die nu nog steeds oppopt is van ja, wanneer zal die tolvrij zijn? Goed, tot slot. Gaan we even een uitdaging aan. We gaan even terug naar 1823. Het boek van meneer de Kanter. We gaan namelijk eens even proberen of wij ook een reis kunnen maken door Zeeland in dat jaar. En dan gaan we diagonaal. Gaan we van Sluis naar Sint-Philipsland. Kijken hoe ons dat afgaat. Nou, als we de auto nemen, dan kost ons dat 1,5 uur. Ziet u? Nou, tunnel zit erbij. En de Oosterschelde, de Zeelandbrug en de Philipsdam. En dan zijn we dus in 1,5 uur tijd in Sint-Philipsland. Nou, we kunnen het ook op de fiets doen. Misschien ook interessant. Dan ben je dus 5 uur en 5 minuten. En dan moet je wel natuurlijk... Ja, de wind is best gunstig. De wind is meestal zuidwest, dus het is best wel gunstig. En je moet natuurlijk even het fietsvoetveer nemen in Beskens. Dus als je een beetje pech hebt, moet je even wachten. Als het vaart, goed. Dus in ruim 5 uur kun je fietsen. Nou, goed. Meneer de Kant heeft zich ook even in verdiept. Hoe je nou moet reizen. Dus dat is een prachtig boek. Dus ik dacht, nou, laat ik het even zien. En hij heeft... Achter in het boek staat er een reiswijzer. En daarin legt hij uit van hoe je het beste van A naar B in Zeeland kunt reizen. Want ja, je hebt overal veren. En hoe kun je nou snel, makkelijk, comfortabel reizen? Nou, dan heeft hij een afstandstafel gemaakt. En heeft ook in zijn tekst legt hij uit van, nou, je kunt zo reizen, Dat, als je van Tolen naar Middelburg moet, moet je zo reizen. En dan heeft hij allerlei, laat hij de... zien hoe lang je dan onderweg bent. En in een tabel heeft hij dat helemaal uitgelegd. Dus je ziet hier allemaal de verschillende plaatsen. En als je dat kent u wel, dan moet je in een soort rechthoek moet je plaats bij plaats verbinden. En dan vind je daar waar je het hokje samenkomt via het aantal uur, zolang iets duurt. Nou, wij gaan helemaal van Sluis. Nou, Sint-Philipsland. Goed, dan gaan we de uitdaging aan. U gaat meekijken. Goed, we beginnen in Sluis. Nou, we zien wel, dan moeten we meteen naar... Zijn we dan Sluis nog niet uit? We moeten naar het Veren lopen of het Zwin. Nou, oké, vooruit. Goed, nou, we mogen zeggen, waar gaan we dan naartoe? Beskens. Oké, even kijken. Ja, nou, dan gaan we naar Beskens, gaan we over. Misschien nemen we een steigerschuit. Niet zo comfortabel. En dan zitten we in Vlissingen. Oké, we gaan naar Vlissingen. Vlissingen, hoe gaan we nu? Nee, maar de dijk ligt er al. De dam van de Nieuwe Sint-Josef ligt er al in 1818. Nou, je kunt dus naar Veren gaan. Dan pak je het veertje naar Kamperland. Of je kunt naar de Sloeveer kun je pakken. Nou ja, als je de Sloeveer pakt, dan moet je dus via Beveland naar richting Cats, richting Wolversdijk of Katseveer nemen. Nou, of je kunt vanuit Kamperland doorlopen naar Collesplaat. Maar ja, die moet dus als je via het Sloeveer gaat, moet je een tussenstap nemen, moet je de Zandkreek over. En dan moet je dus even lopen naar Collesplaat. Zo. En van Collesplaat. Nou, nu zijn we in Zierikzee. Waar gaan we nu naartoe? Nou, dat is misschien een beetje moeilijk te zien, hè? Nou, we kunnen naar Vianen gaan. Dus schuin onder Ouwekerk. Dan pakken we het pontje naar Stavenisse. Of we kunnen naar Bruinisse lopen. Lopen? en de Sint-Anneland nemen. Nou. Van Sint-Stavenisse moeten we natuurlijk weer naar Sint-Anneland lopen. En als we dan in Sint-Anneland staan, nou ja, zie, staan we, dan zijn we, goed, dan zijn we er. Dus dat is toch even een allerbehoorlijke reis geweest. Van Kans naar Zierikzee, dat kon ook niet? Van Kans naar Zierikzee? Nee, dat is 1960. Dus we moesten echt in Collesplaat over. Ja, ja. Ik zou ook een lijntje bij Iers... Hadden we misschien ook wel kunnen nemen, ja. Maar, goed, zo ziet u maar. Nou, dan zegt meneer de Kanter ook van je kunt er verschillende manieren nemen. Nou, hij heeft helaas in de tabel Sint-Philipsland niet opgenomen, maar hij geeft aan als je van Sluis
naar Sint-Anderland gaat ben je 19,3 uur onderweg. Nou, 5 uur op de fiets nu, met windje achter. Nee. Goed, nou, tot slot. Dan gaan we maar weer weg, hè. Nou, dat was de reis. Ik hoop dat u dat wel zult. Goed. Kan niet missen. Nou, dank voor uw aandacht.